Ik denk gewoon dat het al een hele grote stap is als je beseft dat, dat wat jij doet, het consumptiepatroon zoals wij dat nu voortzetten, als dat voortgezet wordt door landen als India, China, Brazilië en Mexico, dan kan het echt niet zo doorgaan. En je moet blind zijn als je dat niet inziet. Ik vind dat er de laatste tijd in Nederland genoeg mogelijkheden zijn om je duurzaam te kleden, om duurzaam te eten, om je duurzaam te wassen. En ik denk dat je niet van jezelf mag eisen dat je echt hele drastische maatregelen neemt. Dat komt misschien later. Je moet kleine dingen zoeken die je lang kan volhouden. En dat is denk ik waar duurzaamheid op neerkomt.